Goedemorgen. Hier en daar kan er regen vallen. Het wordt 13 graden. Dit is het TV West Nieuws van donderdag 25 oktober. Ik ben Marcel van der Eng. De 23-jarige vrouw kwam om het leven samen met een 36-jarige man uit Naarden. Ze zaten samen in een klein vliegtuig dat in botsing kwam met een ander toestel. Beide vliegtuigjes stortten daarna neer in de buurt van Dronten. Bij het ongeluk raakten ook nog twee mannen gewond. Zij zijn volgens Omroep Flevoland buiten levensgevaar. Het onderzoek naar de vliegtuigcrash waarbij de vrouw uit Bodegraaf is omgekomen loopt nog. In een tapijtopslag in Waddinxveen heeft korte tijd brand gewoed. De brandweer had het vuur aan de Kouwhoek vanochtend vroeg vrij snel onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Waddinxveen is nog niets bekend. Het protest tegen de bouw van het nieuwe cultuurpaleis in Den Haag begint massale vormen aan te nemen. Een paar dagen nadat er op internet een petitie is gezet, hebben al meer dan 2000 mensen getekend. Het cultuurpaleis moet op de plek van de huidige theaters aan het Spuitplein komen en moet volgens de gemeente dé nieuwe uitgaansplek voor muziek, dans, evenementen en ontmoetingen worden. Het kost 181 miljoen euro. Bovendien werd vorige week bekend dat de gemeente ook jaarlijks nog eens 9 ton moet bijdragen aan de exploitatie van het gebouw. Er komt geen onafhankelijk onderzoek naar de affaire rond de grens in Noordwijk. Een motie van het raadslid Dennis Salman heeft het opnieuw niet gehaald in de lokale politiek van Noordwijk. Hij probeerde het voor de tweede keer. In de nacht van 11 op 12 augustus ging het mis op de grens, toen na sluitingstijd van de kroegen en disco's een man werd aangereden door een scooterrijder. De politie trad hard op tegen de nog aanwezige mensen, omdat een ambulance moeite zou hebben gehad om bij de plek van het ongeluk te komen. Eén persoon werd daarbij aangehouden. Achteraf moest de Noordwijkse burgemeester Lokker toegeven dat het ambulancepersoneel niet gehinderd was door het aanwezige publiek. Salman nam daar geen genoegen mee en wilde een onafhankelijk onderzoek. De motie werd gisteravond met een overgrote meerderheid verworpen. Vervolgens kwam Salman met een motie van wantrouwen tegen burgemeester Lokker. Alleen hij zelf stemde voor, de rest van de raad was tegen. Kan je zomaar overkomen, je airbags worden uit je auto gestolen of de wielen worden onder je auto vandaan gepikt? Erger is het nog als je auto wordt gestolen. Dieven hebben het gemunt op een bepaald type wagen. En dat overkomt steeds meer mensen. Nou, mijn vrouw die riep mij 's morgens, want die had hier uit het raam gekeken. Omdat ze al gewend is dat iedere morgen te doen. En toen riep ze mij, Theo, ik geloof dat de wagen nou inderdaad weg is. Nou, toen ben ik uit mijn bed gekomen en in mijn handschopje voor het raam gaan staan. En ja, ik zag al meteen de plaats waar ik hem de avond ervoor geparkeerd had, dat die leeg was. Dus we wisten dat we aan de beurt waren. Theo Post uit Schravenzande is een van de mensen die de afgelopen weken de klos waren. Zijn Toyota Prius werd gestolen. Maar in het dorp werden nog 2 auto's van hetzelfde merk meegenomen. En in de omgeving zouden het er zelfs nog meer zijn. Ja, we hadden net een week in huis en toen werden wij door vrienden gewaarschuwd dat er in Hoek van Holland al een paar Priussen gestolen waren. Dus wij waren al een klein beetje op ons hoede. Gewaarschuwd of niet, de parkeerplek is nu leeg. En de auto die is waarschijnlijk al ver weg. Wij denken dat de meeste Priussen naar het oosten gaan, vooral naar Rusland. Daar kun je een Prius importeren, een elektrische auto importeren, zonder douaneheffing. En het schijnt zo te zijn dat in Moskou taxichauffeurs een premie krijgen als ze omruilen van benzine naar elektrisch. Dus de taxichauffeur heeft straks voor weinig geld mijn Prius onder zijn gat? Ja, dat is goed mogelijk. Theo krijgt gelukkig wel geld van de verzekering voor een nieuwe auto. En wat wordt dat? Ja, we zitten toch te denken om misschien geen Prius te nemen. Dus misschien wordt het een tweedehands Lexus of in ieder geval ook een elektrische auto. Ja. Katwijkers zijn enthousiast over de vernieuwingsplannen voor het boulevardgebied. Volgend jaar gaat daar de boel op de schop. Voor de kust wordt een zware dijk aangelegd om de kustlijn te versterken. Gisteravond presenteerde de gemeente haar plannen. Zo zal het gebied rond de boulevard eruit komen te zien. Het duingebied verandert flink. Onder het duin wordt een parkeergarage gebouwd. Bewoners die aan de boulevard wonen hebben geluk. De nieuwe dijk is niet hoog en daarom houden ze dus gewoon hun uitzicht op zee. Ik vind het niet zo hoog als dat ik verwacht had. Daar was u bang voor, dat het een hele hoge dijk zou worden? Nou, ook weer niet. Ik was er vooral benieuwd naar de parkeergarage. Om de dijk te kunnen aanleggen is maar liefst 3 miljoen kuub zand nodig. Dit wordt vanuit zee het strand opgespoten. Het is een omvangrijke klus.
En daarom zal er in het christelijke Katwijk ook op zondag moeten worden doorgewerkt. Dus ik denk ook wel dat we afspraken zullen maken, laten we zeggen, welke werkzaamheden er plaatsvinden op zondag. Bijvoorbeeld wat bijvoorbeeld niet dan? Nou, ik ben geen techneut, maar ik kan me voorstellen dat we zoveel mogelijk de overlast voor andere mensen van die werkzaamheden proberen te beperken. De werkzaamheden beginnen op 1 oktober volgend jaar. En wie het strand van Katwijk wil bezoeken, moet even geduld hebben. Pas op 1 april 2014 wordt het strand weer vrijgegeven. Alleen als er op zondag wordt doorgewerkt natuurlijk. Het is weer paddenstoelentijd. Een leuk moment om lekker de bossen in te gaan en die paddenstoelen te bekijken. Want plukken is nog altijd verboden. Toch doen nog heel veel Oost-Europeanen dat. Verslaggever Anita Jansen is in Den Haag-Ockenburg. Ja, en dat is jammer, want als je zo lekker door een bos loopt te wandelen, dan zou je wel eens bijvoorbeeld hier, zoals hier, die nevelzwam tegen kunnen komen. En dan is de verleiding natuurlijk wel ontzettend groot om die mee naar huis te nemen. Maar het mag niet, dus je kan ze beter laten staan. Waarom mag je eigenlijk geen paddenstoelen plukken? Je mag toch ook bramen plukken, gewoon in het bos? Ja, maar paddenstoelen zijn beschermd. En dat is maar goed ook, want het is natuurlijk een prachtig gezicht. Zo in de herfst zo'n heleboel paddenstoelen of een enkele paddenstoel, net zoals hier. Laat ze staan, iedereen kan ervan genieten. Het is het toonbeeld van de herfst en er zijn er gelukkig nu heel veel. Gebeurt het eigenlijk vaak dat mensen toch paddenstoelen meenemen en dan hopelijk eetbare? Ja, het gebeurt wel, maar ik heb het hier in het westen eigenlijk nog nooit zo gezien hoor. Ik weet wel in het oosten dus dat de Duitsers en Oost-Europeanen, die kennen ze ook veel beter hoor, dat die ze meenemen. Maar hier gebeurt het niet zoveel hoor. Maar bijvoorbeeld eekhoorntjesbrood, ook een paddenstoelensoort, dat brengt ontzettend veel geld op. Dus als je dat ziet staan, dan zou ik denken van nou, even lekker meenemen als niemand kijkt. Ja, dat kan ik me wel bij voorstellen. Het is natuurlijk, een eekhoorntjesbrood is heerlijk, maar je moet wel weten wat je plukt hoor. En wat ik al zei, het is natuurlijk een prachtige, het is een schitterende paddenstoel, die eekhoorntjesbrood. Het is een grote poleet en je herkent hem aan zijn grootte en aan zijn compactheid. Die leuke paddenstoel, die met rood met witte stippen, die kan je maar beter laten staan volgens mij. Ja, dat is een vliegenzwam, een amanietensoort en die is giftig. Ja. Je moet tegenwoordig in de zorg de gekste dingen bedenken om aan personeel te komen. Neem nou een zorginstelling in Gouda, Vierstroom, die heeft een online computergame bedacht. Om daarmee 50 vacatures te kunnen vervullen. Dit is dag 2. Ik ga de mensen verzorgen. Zoals je ziet komt er een sponsje bij het beeld. Dus die mensen die willen graag gewassen worden. Je ziet ook dat mensen vragen om maaltijden. En dan hopen we dat we de dag weer voor de mensen netjes verzorgen. En dat ze tevreden zijn aan het einde van de dag. Deze game hebben wij voor gekozen omdat wij graag een innovatieve manier wilden gaan benutten om nieuwe medewerkers te zoeken. Is het niet zo dat u gewoon iets meer moet betalen, dan komen de werknemers vanzelf naar uw bedrijf toe? Wij denken niet dat wij meer moeten betalen aan werknemers om ze naar ons toe te trekken. In de zorg betalen we conform CAO-VVT, dat doen eigenlijk alle zorgorganisaties. En wij denken niet dat we daarmee direct meer medewerkers zullen trekken. Nee, computers, daar waren we ook nog niet mee bezig. En dan de kranten. Scholieren in het basis- en middelbaar onderwijs voeren waar schrik bewind tegen conciërges, onderwijsassistenten en administratief personeel. Dat blijkt uit onderzoek van CNV Onderwijs, meldt de Telegraaf. Fysiek geweld wordt daarbij niet geschuwd. De SP wil dat de huisarts of de GGD een bezoek brengt aan thuiswonende ouderen om te kijken of ze extra hulp nodig hebben, meldt het Algemeen Dagblad. Ouderenbond AMBO vindt het plan stigmatiserend. Deskundigen noemen het zelfs betuttelend. En iedereen die dat wil, krijgt vanaf 1 januari een eigen elektronisch patiëntendossier, meldt de Volkskrant. Over een paar weken begint een campagne die Nederlanders ertoe moet aanzetten dat ze groen licht geven voor de uitwisseling van hun medische gegevens. En dat is over het TV West Nieuws. Meer nieuws op 89.3 Radio West en op onze site omroepwest.nl. Er is ook de app te downloaden voor de mobiele telefoon met daarop het laatste nieuws uit Zuid-Holland. Nog een hele fijne dag.